Vandaag in de Leven met Feyenoord top 12. De top 12 beste trainers sinds de start van de Eredivisie. Zo, wat een goed concept zeg. Ja. Natuurlijk 2 weken geleden, 3 weken geleden, wat was het? Ja. We hebben natuurlijk de slechtste trainers behandeld. We vonden het nu eigenlijk tijd voor de beste trainers. Een beetje positiviteit. Ja, positiviteit. En verbazingwekkend genoeg zitten daar een hoop leuke verhalen aan vast. Maar toch ook nog wel schokkend negatieve dingen. Ja. We hebben weer een belachelijke outfit aan. Ja, jij misschien. Ik niet hoor. Ik heb gewoon... Mooi trainerspolootje in 1989. Enig idee van wie dit is geweest? Nee, ja. Het is een trainingsshirt. Maar is het van een trainer geweest, van de speler? 90-91 speler, denk ik. Ja, en waarom heb ik het dan aan? Toen allemaal hetzelfde. Waarom heb ik het dan aan? Trainers hadden ook wel eens dat aan. Rotterdam, echt wel. Net als de vorige keer met de slechtste trainers, ook nu weer, is dit op basis van het aantal punten dat de trainer heeft gehaald. Ja. Bij elke gewonnen wedstrijd hebben zij 3 punten gekregen. En een gelijkspel natuurlijk 1, omdat vroeger kregen trainers maar 2 punten bij een gewonnen wedstrijd. Dat hebben we omgerekend ook naar 3. Dus iedereen is zeg maar helemaal gelijk. En dan gaan we met nummer 12 beginnen. Op nummer 12. Hij was trainer van oktober 97 tot april 2000. En is daarna nog trainer geweest voor 4 wedstrijden in de play-offs. Ja, zeker. Of 2 wedstrijden in de play-offs. Ja, ja, ja. Een paar wedstrijden maar. Ja. Een paar wedstrijden in de play-offs. Don Leo. Leo Beenhakker. Ja. Die legt altijd heel goed hier op kantoor. Want we hebben 1 iemand die is echt grote fan. Van Leo Beenhakker. Shout-out naar Roy. Ja. Dat is echt zijn grootste fan, is dat? Ja, 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 die is fan van Don Leo. Oh. Leo Beenhakker heeft 85 wedstrijden aan het roer gestaan van Feyenoord. En heeft daarmee 171 punten behaald. Dat is een gemiddelde van 2,01. Dat is best goed. Ja, hij was de opvolger van Arie Haan. Die werd in oktober 1997 ontslagen. Ja, die was niet zo goed. Die was minder goed. Hij is kampioen geworden en heeft natuurlijk de Johan Cruijffschaal wel gehaald. Ja. Hij nam ontslag in april 2000. Hij maakte dat seizoen niet af. Ja. En werd vervolgens een paar maanden later technisch directeur van de Neuzen. Op nummer 11, Ronald Koeman. Was trainer van 2011 tot en met 2014. 3 seizoenen, helemaal afgemaakte seizoenen. Gebeurt overigens niet heel vaak dat een trainer zijn hele contract uitzit. Nee. Speelde 102 wedstrijden en haalde daarin 206 punten. Wat dus gelijk staat aan 2,02 punten per wedstrijd. Ja, net geen kampioen geworden. Maar ik denk dat hij kwam natuurlijk na Mario Been. Het was natuurlijk een afsluiting van een hele slechte periode voor Feyenoord. En dat hij er weer een beetje voor heeft gezorgd dat er dat weer een beetje leven in kwam. Ja, hij heeft het goed gedaan natuurlijk. Tot het einde gebleven wel. Ja. Aan het einde natuurlijk gezegd dat Feyenoord een onprofessionele organisatie is. Maar dat had hij... Hij heeft toen ook nu hij er was, dat de prullenbakjes elke dag geweest waren. Dat was zijn uitspraak, toch? Dat bedoelde hij. Ja. Ja, dat is natuurlijk een voorbeeld is dat. Ja. Maar waaruit blijkt... dat het een hele onprofessionele met sommige mensen hem uit zijn verband getrokken. Maar hij bedoelt daar natuurlijk mee dat het gewoon kut geregeld is allemaal. Ja. Dat bedoelt hij. Ja. Maar dat gaat hij niet zo zeggen. Dat en hij gaf gewoon als voorbeeld, gaf hij van een prullenbakje wordt hier 1 keer in de week gelegd. Dat hoort gewoon iemand elke dag hoort het leeg te maken. Ja. Oké, nou, verder nog iets over Ronald Koeman te vertellen? Nee, toptrainer. Roy ook dat hij terugkomt. Roy ook heel erg fan van Ronald Koeman. En positief of negatief? Negatief. Negatief? Ja. Het zit diep. Op nummer 10. Hij was de trainer die ons eindelijk weer kampioen maakte. Wat zie je te lachen? Ja, nee, ik zit even... Ik ga opnieuw doen. Op nummer 10. Hij was onze trainer tussen 2015 en 2019. Hij maakte ons eindelijk weer kampioen. Hij heeft ontiegelijk veel records verbroken. Ook negatieve records. Giovanni van Bronckhorst. Ja. Ja, dat was echt een recordbreker als trainer. Ja. Een grote pieken, diepe dalen. Ja, in zijn eerste jaar had hij zoveel wedstrijden op rij verloren. Ja. Toen was een negatieve record. Toen de tijd werd gesuggereerd beste trainer alle tijden. Omdat hij de meeste prijzen had gewonnen. Ja. Volgens mij of zoiets. Daar was zoiets mee. Voor mij heeft hij de meeste prijzen van allemaal gewonnen. Maar qua wedstrijden heeft hij 136 wedstrijden gespeeld. Althans, hij is van 136 wedstrijden trainer geweest. 276 punten gehad, wat er uitkomt op een gemiddelde van 2,03 punt per wedstrijd. Ja, dat is wel goed hoor.
Ja, maar vond jij Giovanni een goede trainer? Ja. Zou hij het bij een andere club ook kunnen? Je weet toch, ik heb helemaal geen verstand van voetbal. Nee, maar meer... ik had bij hem nou nooit echt zoiets van, nou, dus, daar zit echt een briljante trainer zit hier achter. Meer dat, dat van alles valt even mooi op zijn plaats en we worden kampioen, ja, en we winnen de bekers. En of het echt een hele goede trainer was? Op nummertje 9. Hij was onze trainer vanaf 1975 tot en met maart 1976. Heeft het seizoen dus niet afgemaakt. De Poolse Antoni Brzezanczyk. Antoni uit Polen. Antoni uit Polen. Brzezanczyk, zoiets. Ik weet niet of dat je het verkeerd uitspreekt. Absoluut, absoluut. hij was 21 wedstrijden trainer en hadden daarin 44 punten. Dat is op zich niet gek voor een trainer die, nee, die, maar, die het seizoen niet eens heeft afgemogen, nee, maken. Ja. Hij werd op 2 maart werd hij ontslagen. En wat ik heb gevonden is dat hij wilde niet schreeuwen tegen zijn spelers. Oké. Okay. dat hij daardoor... Principe kwestie. Ja, hij wilde gewoon niet schreeuwen tegen zijn spelers. Hij was altijd een gentleman, was het, ja, echt. En wat ook wel een leuk feitje is, is dat hij... hij had natuurlijk geen werkvergunning. Zijn vrouw wilde naar Nederland komen. En zijn dochter volgens mij zoiets. En die wilde gaan studeren in Rotterdam. Maar daar had hij een werkvergunning voor nodig. Hij was natuurlijk ontslagen bij Feyenoord. En toen heeft hij aan Feyenoord gevraagd van, joh, kun je mij wel op de loonlijst laten staan? Of in ieder geval iets dat ik mijn, dat mijn familie hier naartoe kan komen, dat ze kunnen gaan studeren? Nee. nee, is gaan de, we niet... is de menselijkheid. Gaan we niet doen. Dus nadat hij was ontslagen door Feyenoord, moest hij ook het land uit. Op nummertje 8. Hij was onze trainer tussen 1991 en maart 1992. Heeft het seizoen dus ook niet afgemaakt. Hans Dorjee. Ja. Daar weet jij wel wat ja, over. Ja, waarom ging hij weg bij Feyenoord dan? Ik moet nog even eerst zeggen, hij heeft 27 wedstrijden die trainer geweest. Heeft 58 punten gehaald, wat gemiddeld heeft van 2,15. Ja. En ik heb dus gevonden dat hij weg moest vanwege gezondheidsklachten. Ja. Maar jij hebt volgens mij het eens gevonden. ja, daar klopt gekut van. Oh, vertel. nou ja, hij kwam over van PSV, was de trainer van PSV. En daar had hij dus blijkbaar wel, hij had wel gezondheidsklachten, hartritmeproblemen. Daarvoor is hij geopereerd toen hij bij Feyenoord onder dienst stond. Daar begon eigenlijk een beetje de wrijving tussen de club en de trainer. Want hij had dat niet gemeld bij Feyenoord en dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar Feyenoord had hem ook niet medisch gekeurd. En Van der Heerik heeft daar later over gezegd, dat is de laatste trainer die wij niet medisch gaan keuren. Ik weet niet of ze tegenwoordig al mensen medisch keuren of niet. Maar... en wat uiteindelijk is gebeurd is dat daar een beetje onvrede kwam. Dorjee vond dat de spelersgroep dermate slecht presteerde dat die na een wedstrijd is die helemaal leeggelopen over Feyenoord en over de organisatie. Hij vond het elftal maar kut, maar hij vond vooral dat hij onmenselijk werd behandeld door de clubleiding van Feyenoord. En Van der Heerik heeft daarover gezegd van nee hoor, wij herkennen ons helemaal niet in dit beeld. En wat Van der Heerik zei ook van, nou, als het aan mij ligt mag hij blijven. 2 dagen later ontslagen. En uiteindelijk heeft Feyenoord hem 50.000 gulden nog schadevergoeding moeten betalen. Oké. Dus ja, dus het is... kijk, uiteindelijk slaat het nergens op, want blijkbaar dus gewoon een toptrainer op papier. Ja. En die weggetraaid het is. Want okay, laten we het zomaar zeggen. Ja, hele soap geweest. Op nummertje 7. Hij was onze trainer tussen 1959 en 1961. 2 seizoenen. Hij kwam uit Tsjechoslowakije. George Sobotka. 68 wedstrijden trainer. 2 volle seizoenen dus. Hadden er in 147 punten. Waar hij dus op een gemiddelde kwam van 2,16 punten per wedstrijd. Ooit van gehoord? Nee. Nee. Hij behaalde als eerste het landskampioenschap voor Feyenoord. Oh, cool. In de Eredivisie. Ja. Nou, daarmee sluiten we hem af. Op nummer 6. Hij was onze trainer tussen 1964 en 1967, maakte net zijn derde seizoen niet af, maar won wel als eerste de dubbel met Feyenoord. Willy Kment speelde, was 91 wedstrijden trainer, haalde erin 204 punten, met een gemiddelde van 2,17 punten per wedstrijd. Weet jij nog iets over Willy? Want ik, ja, weet alleen, ik heb alleen kunnen vinden dat hij als eerste de dubbel won met Feyenoord. Dat zal je niet verbazen, maar wat leidend is in dit hele draadje is dat ook deze trainer met Bonje vertrok uit de Kuip. Hij heeft het seizoen ook niet afgemaakt, is ontslagen. En volgens mij... Ja, klopt. 3 wedstrijden voor het einde. Ja, 3 wedstrijden voor het einde. Ja. En hij vond dat Feyenoord en, de Feyenoord-organisatie onvoldoende hem op de hoogte hield. Dat ging best wel ver, want bijvoorbeeld spelers Henk de Groot en Bergholtz, die werden gewoon verkocht zonder dat de trainer daar iets van wist.
En er werd ook een speler aangetrokken, Harry Bielt, zonder dat hij daar iets van wist. En ja, daar was hij niet zo van gediend. Maar wat hem echt dwars zat, heeft hij in de krant gezegd, is dat bij de wedstrijd Real Madrid Feyenoord, de bekende wedstrijd zal dat denk ik zijn waar Koemelijn de schoppen krijgt. Ja. Daar waren ook de koninklijke familie was aanwezig. Maar de clubleiding van Feyenoord had niet de moeite genomen om hem voor te stellen aan prinses Beatrix. Daar was hij zeer over gepikeerd. Okay. En dat was het einde van... Dus toen is Willy Clement vertrokken. Willy Clement. Op nummertje 5. Hij was onze trainer in het seizoen 1982-1983. Moest helaas al stoppen na 7 wedstrijden met zijn officiële taak als trainer. Hans Kruijs senior. Hij is dus na 7 wedstrijden officieel gestopt. Ja. Maar heeft wel het seizoen nog afgemaakt. Zeg maar, heeft een stapje terug gedaan en heeft overal alle trainingen gegeven, dat soort dingen. Alleen tijdens wedstrijddagen was hij niet in de Kuip. Ja. Maar toch vinden wij dat wij dit seizoen wel gewoon op zijn konto kunnen schrijven, waardoor hij na 34 wedstrijden op 76 punten komt. Met een gemiddelde van 2,24 punten per wedstrijd. Ja. Ja, en is dus gestopt vanwege gezondheidsproblemen na 7 wedstrijden. Hartritmestoornissen, of hartklachten had hij. Ja, dat is de officiële verklaring. Ja. Ja. Ja, hij, hij kreeg structureel last van pijn op de borst. En dat duidt natuurlijk op hartklachten. Ja. Maar dat ging best wel episch ver, want hij kon gewoon de druk eigenlijk niet aan als trainer. Feyenoord speelde in de voorbereiding van dat seizoen in Hessel-Kessen een oefenduel, oefentoernooitje in Duitsland. En daar zakte hij gewoon in elkaar op het veld. Dus dat ging best wel ver. En toen hebben ze dus eigenlijk in gezamenlijke overleg wel besloten dat hij een stapje terug ging doen. Ja. Maar dat werd dus uiteindelijk dat hij wel hoofdtrainer bleef. Hè, achter de schermen. Hij deed alle trainingen, hij deed de wedstrijdbesprekingen, hij deed alles. Behalve op de bank zitten tijdens de wedstrijd. Dat liet hij over aan Liebrechts. Ja. En dus ja, is hij eigenlijk wel hoofdtrainer. Hè, het hele seizoen, dus daar gaan we gewoon even uit. Ja. Typisch. Ook deze trainer ging natuurlijk weer met Boy de deur uit. Want Feyenoord die vond het maar raar dat de hoofdtrainer bij wedstrijden niet in het stadion aanwezig was. Wat op zich best wel apart is natuurlijk. Ja. Hij ging gewoon bij andere wedstrijden kijken omdat hij gewoon de spanning niet aankon. Maar goed, Feyenoord presteerde dus wel uitstekend onder de leiding van Kraai. Ja. Zelfs zo goed dat toen hij weggestuurd werd, Kraai die voelde zich een beetje bij zijn balletjes gegrepen. Hij heeft letterlijk gezegd dat hij zich gekrenkt voelde door het bestuur van Feyenoord. En de supportersvereniging heeft toen bijvoorbeeld is voor hem in de bres gesprongen. 11.000 handtekeningen opgezameld onder de supporters. Uiteraard niks mee gedaan, want zo werkt dat. Maar ja, het stadion ging vol met spandoeken, Kraai moet blijven, bestuur is achterlijk, allemaal dat soort teksten. Dat was toen nog, zeg maar, toen er nog net spandoeken op werden gehangen over het bestuur. Toen het ruwe randje nog niet was. Ja, toen was het wel een ruwe randje, maar toen werden er nog enge ziektes gepakt. Ja. Uiteindelijk Kraai weggetreid het bij Feyenoord. Hij had graag willen blijven bij Feyenoord, want Feyenoord is echt zijn club. Ja. Hij wilde zijn ongelijkbewijziging naar PSV. Zijn eerste actie was Ruud Gullit overnemen voor een prikkie. Want er stond een clausule in het contract van Gullit. Ja, dat wist Kraai. Legendarisch dom van Feyenoord natuurlijk om op deze manier te handelen. Ja. Maar goed, ja, dat is allemaal zo gegaan. Uiteindelijk is Gullit voor een paar ton verkocht naar PSV, toch? Ja, echt voor habbekrats naar PSV. Ja. En 2 jaar later ging die voor mega giga bedrag naar Milaan. Milaan, ja. Top. Op nummer 4, hij was onze trainer tussen 1973 en 1975, won de allereerste UEFA Cup voor Feyenoord. Wiel Curver, 68 wedstrijden waarin hij 157 punten haalde met een gemiddelde dus van 2,31 punten per wedstrijd. Wiel Curver is een van de bekendste voetbaltrainers ter wereld. Ja. Hij heeft in de jaren 70 heeft hij video-instructiebanden gemaakt. Hij vindt het achterlijk om kinderen bijvoorbeeld bij balverlies dingen te leren en dat soort dingen, dat vindt hij allemaal gestoord. Hij vindt dat voetbal bestaat uit 2 principes, winnaarsmentaliteit en balbeheersing. En de rest komt later. En vandaag de dag, dus we zijn 50 jaar verder, worden die principes nog steeds gebruikt methodes om kinderen te trainen. Ja. Wereldwijd. Op nummer 3, hij was trainer bij Feyenoord van 1983 tot november 1984. Thijs Liebrechts. Zijn tweede seizoen ging hij dus al vrij snel weg. Hij was 43 wedstrijden trainer, haalde 101 punten met een gemiddelde dus van 2,35. Ja, hij werd dus ontslagen in het tweede seizoen. Ja, uitstekend gedaan in punten. Maar dat komt waarschijnlijk vooral door de steun van Kraai. Ja. Denk ik, hè? Hij was eigenlijk de rechterhand van Hans Kraai. En hij was trainer, dus ja, hij was trainer toen wij de dubbel wonnen in 84. Ja. Dus ja, of dat nou zijn verdienst was of dat van Cruijff,
Maakt niet uit. Is dat, maar goed. Hij staat toch mooi in de top 3 beste trainers aller tijden. Nummer 3 beste trainers aller tijden. Ja. Ja. Okay. Goed gedaan, Thijs. Gaan we naar de volgende. Op nummer 2. Hij won de allergrootste prijs die Feyenoord ooit gewonnen heeft. In 1970. Ernst Happel. Die was 132 wedstrijden trainer. Waarin hij 316 punten haalde. Dus met een gemiddelde van 2,39. Net niet op de eerste plaats. Ja, won de Europa Cup 1. Wereldbeker. Kampioen van Nederland. Eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen valt. Jo. Heeft zijn laatste seizoen bij Feyenoord van niet afgemaakt. Is 3 wedstrijden of 4 wedstrijden voor het einde is die toch weggegaan. Bonje natuurlijk. Ja, was, ja, Bonje, het was een beetje op eigenlijk aan het einde van zijn tijd bij Feyenoord. Ja. Oké. Okay. Verbaasd dat hij niet op 1 staat. Ja. Ja, maar dan weet je, hij niet eens staat. Dan gaan, dit is gelijk een bruggetje. Ja. Naar nummer 1. Op nummer 1. Hij was onze trainer voor Ernst Happel. Van 1967 tot en met 1969. 2 seizoenen waarin hij 136 punten haalde en dus een gemiddelde heeft van 2,4 punten per wedstrijd. Ben Peters. Jo. Ja. Oké. Okay. En logisch, die won, maar... hij won in 1969, won hij de dubbel. Nou ja, dat kampioenschap zorgde natuurlijk voor dat wij geplaatst waren voor, voor de Europa Cup 1. Die wij vervolgens het jaar daarna wisten te winnen. Dus hij, heeft, zeg maar, hij is de grondlegger geweest eigenlijk daarvan. Eigenlijk wel, ja. Ben Peters was gewoon eigenlijk een hele normale man. Want wat wel leuk is, hij was eerst jeugdtrainer. Toen is hij hoofdtrainer geworden. 2 seizoenen. En in dat tweede seizoen zag het eruit dat Feyenoord kampioen ging worden. Maar zijn contract werd niet verlengd. En dat vond hij eigenlijk, ja, dat vond hij eigenlijk wel normaal. Leuk is een krantenknipsel uit die tijd. Hij zegt, Ben Peters heeft namelijk vanaf het begin af begrepen... en daarmee in die periode geleefd dat de functie van hoofdtrainer van Feyenoord niet jaren achtereen door dezelfde man kan worden vervuld. Ja. Dus hij wist eigenlijk al van tevoren van, joh, ik ben 2 jaar trainer geweest bij Feyenoord. In mijn 2e jaar word ik kampioen. Maar hey, dan is, de dan is het ook prima, weet je wel. Je kan niet heel veel lang trainer zijn van Feyenoord. Toen had hij heel veel clubs voor het uitkiezen. Ja. Maar hij zei, nee, ik word gewoon weer lekker jeugdtrainer bij Feyenoord. Want ja, daar hebben ze ook gewoon iemand nodig. En ik vind het wel gewoon leuk bij Feyenoord. Ik heb die uitstekend naar mijn zin. En toen is hij gewoon jeugdtrainer geworden weer. Ja, zo vet. Ja. Ja, dat is wel echt leuk, ja. Ja, dat is wel echt een clubman eigenlijk, Ben Peters. En dat is dan denk ik misschien ook een beetje de laatste geweest, want hè, Happel is al langer trainer geweest. Ja, die was wel langer trainer. En daarna, maar... ja, daarna zijn er heel veel kuttrainers gekomen. Waarschijnlijk in de jaren 50, 60 was het gewoon zo, als je 2 jaar trainer was, dan was het wel weer gewoon goed. Ja, dan, was dan het ging je iemand anders zoeken. Koek op. Ja. Oh, wachtig. Oh, ja. Dat vind ik wel leuk. Ja. Verwacht je toch niet? Nee. Maar de beste trainer aller tijden. Ben Peters. Oké, okay, nou, okay, nou dat was hem weer. Oké, okay, moeten mensen nog even abonneren op dit fantastische kanaal? Ja. Ja. Je vergeet het elke keer, hè? Ja, ik vergeet het elke keer, omdat het gaat eigenlijk helemaal niet om. Wij willen gewoon iedereen informeren met onze fijne informatie. Ja. Nou ja, abonneer je eventjes. En, ja. En verspreid het ook op YouTube en Instagram, volgende week, Twitter, we gaan volgende Snap. Volgende week weten we nog niet wat we gaan doen. Laat even hieronder weten wat jij nou volgende week zou willen zien. Ja, maar dan gaan mensen weer zeggen rellen. Ja, maar dat hebben we al gedaan. Ja, maar ja... Zeg het maar gewoon, laat maar weten. Strijden. Ja, boeien man. Het is klaar. Oké, laat me weten wat je wil zien de volgende keer.